Verlichting blijkt een soort filter in ons hoofd op te bouwen. Een model hoe dat relaties lopen tussen mensen. En die filter is in ons leven heel belangrijk. Iedere keer als wij mensen tegenkomen, ook als volwassenen, worden die onbewust door die filter gehaald. En dat gaat bepalen hoe ik mij tegenover die persoon voel. Dus hechting gaat veel verder dan gedrag. Het beïnvloedt hoe dat ik kijk naar de wereld, hoe ik kijk naar andere mensen, hoe ik daarover denk. En beïnvloedt zelfs de samenhang in mijn geheugen. Hoe ga ik met de herinneringen van mijn kindertijd om?